Robert, 2-2 tegen Noordwijk. Wat is je gevoel? Ja, weet je, als je zo slecht start en je komt 2-0 achter en je speelt uiteindelijk 2-2 tegen Noordwijk, dan is het op zich nog prima. Aan de andere kant, daarna heeft Noordwijk ook niet meer zo gek veel gecreëerd. Hè? En de eerste helft was gewoon echt niet goed. Maar tweede helft denk ik dat we toch wel een hoop kansen slash mogelijkheden creëren. En hoop ik toch stiekem wel dat die 3-2 ook nog gaat vallen. Maar goed, ik kan wel leven met 2-2. Ja, die beginfase, zij overvleugelden jullie een beetje. Wat ging er mis? Ja, ik denk eerst een persoonlijke fout. En de tweede, heel slumielig, een eigen goal die van richting wordt veranderd. Dus ja, wat ging er mis? Of ze ons echt overvleugelden? Wij zaten gewoon niet in de 100% focus. En dat moeten we onszelf wel verwijten. Dan een keeper die ook nog eens uitblinkt in een derby. 2 weken geleden tegen Lisse ook al. Daar zit je ook niet mee dan. Ja, maar goed. Ik vind Lars een geweldige keeper. Dus ja. Ik had eigenlijk niet anders verwacht dat hij zo zou keepen. En dat deed hij vandaag ook weer. Uiteindelijk op slag van rust. Een belangrijke goal. Op een belangrijk psychologisch moment. Wat werd er vervolgens in de rust gezet? Ja, dan weet je. Gas geven en doorbeuken. Dat was het motto. En ik denk dat ook prima gelukt is. Nou, dan valt die 2-2 op zich nog wel, wat was het, 70ste minuut? Ja. Nou, dan heb je nog 20 minuten voor die 3-2. En dan is het jammer dat hij niet valt. Het was echt met je laatste inspanning, hè, die penalty? Ja, ik zat tegen kramp aan. Ik heb een last van mijn enkel. Dus toen kwam die. En toen dacht ik, nou, dan schiet ik deze nog binnen en dan ga ik er vanaf. Tot slot, ga je volgende week nummer 9 aantrekken? Ja, het is helemaal niet gekker worden. 4 doelpunten al. 3 wedstrijden, 4 goals. Ja, dat denk ik niet heel vaak. Dat is me nog nooit gelukt. Laat ik het daarop houden. Dus doortrekken nu. Goeie seizoenstart ook persoonlijk, los van de goals? Ja, ik denk dat ik gewoon fit ben. Ik ben fit. Natuurlijk moet ik er vandaag eerder af. Omdat, ik sta hier ook al vanochtend om 8:15 met die kleine jongen op het voetbalveld. Ik werk gewoon de hele week. Op woensdagavond als je een keer vrij bent, dan sta je weer training te geven bij een team aan Dokos. Ja, af en toe dat de kramp erin schiet, dat weet ik bij mezelf. En dat neem ik voor lief. Ik loop maar eigenlijk gewoon helemaal leeg en dan zie ik wel waar het schip staat. Oké, dankjewel. Alsjeblieft.